ben je nou aan het doen? Ik ga het schieten. Maar dat mag niet op hoge schoenen. Dat is een beetje jammer, want daar was ik niet op gerekend. Die hakken zijn te hoog. Ja. Dat vind jij zeker ook eng. Wat schieten op hoge hakken? Nee, gewoon schieten. Nee, het lijkt me heel spannend. Ik denk dat voor jou ook heel spannend wordt. Nee. Echt wel. The striped jacket of true love's find. Bang, bang. Kaarten. Het zijn gewoon ansichtkaarten, man. Het zijn geschiedschrijven. Your spare time, bang, bang. Lord Nell and Lady Hamilton, they fought for love. When he come home from the war, he give a what for love. The mighty... Dat is een riem. Die gaat om je linkerarm. Ja, een strafteken. Ik ben niet zo vet, maar ik heb ook zo'n jas aan. Ga je hand, die gaat zo onder dat. Je riem onder je hand. Elleboog op je knie. Hier je hand. Voordat je gaat zitten, of als je voordat je gaat richten, altijd je vinger gestrekt houden. Nooit bij die haar. Vooral als er een kogel in zit. En dan is het richten. Die op de korrel, zoals dat heet. Door het gaatje kijken, probeer het midden te houden. En dan dat kleine gaatje wat daarvoor zit, dat valt precies. Of een beetje ruim om dit zwart heen. Het is altijd raak. Sorry, maar ik heb nog wel zoiets. Ik denk van, nou, als ik deze vijf stippen nou heb. Je ziet maar één stip. In principe, hoor je dat. Ja. Dus als je hem heen legt, als je hem een beetje stil houdt, zit hij redelijk in het zwart. Maar voor beginnelingen hebben jullie geen posters. Ik vind nee, dit zo klein. Dat gaat een beetje moeilijk hier, omdat wij achteraan hebben wij alleen nog maar kogelvangers zitten ter hoogte van de kaart. We hebben hier een doosje, druk op die knop en dan gaat hij zelf af. Zonder dol hoor. Ik zie nou bij wijze van spreken, ja, dat zou je misschien straks wel zien. Ik zou ook niet zien denk of je raak schiet, want de afstand is gewoon heel groot. Dat zie je ook niet. Dat zie je pas als je hem weer dichterbij haalt. Kijk, daar kennen we hem. Je zo'n stukje naar voren halen en dan valt het licht erachter en dan kan je precies het gat zien. En sommige, ik heb zelf heb ik een kijker waar ik naast kan staan en dan kan ik zo kijken of het een waar de kogel zit. Als je zegt, joh, ik heb een mot een 10 zijn voor je gevoel en dan zit ernaast een kinder wat wezen aan het wapen. Dan kan je helemaal bijstellen met die knoppen links, rechts en hoog, laag. Wat houden jullie onderling nou ook competities of wedstrijden? Ja. We hebben twee onderlinge competities per jaar, het hele jaar door. Een serie van 30 weken en een serie van 22 weken, dus dan kom je aan 52. Maar we schieten zomers door, sommige verenigingen die stoppen zomers, maar wij schieten constant door. Wat schiet, week. Je al, schiet je al lang? Ik? Dan moet ik even rekenen, 35 jaar. Zowat. Waarom begin je met schieten? Ja, misschien een hele rare vraag, maar nee, ik begin met schaatsen. Mijn vader deed het vroeger al. Hij was ook jager, maar hij schat ook op de schietvereniging. En ik was denk 12, 13 jaar dat ik voor de eerste keer meegeweest ben met mijn vader. Dat ik voor de eerste keer geschoten heb. Mocht officieel nog niet, maar je mag hier pas met je 16e jaar lid worden. In verband met je met vuurwapens bezig bent. Er zijn verenigingen die eerder schieten, waar het eerder mag, maar het zijn dan luchtwapens waar ze mee schieten. Dat is het verschil, dat is een beetje niet zo gevaarlijk. Zeggen ze dan. Maar dat zijn hetzelfde soort wapens als dit. Het schieten doe je buiten ook, of alleen hier nee, in de alleen, zaal? Nee, dit is allemaal binnen en wij schieten dan alleen 12 meter. We doen ook wel eens mee aan wedstrijden op 50 meter afstand. Maar dan is de kaart groter, de verhouding is hetzelfde. Dus er zijn wel grotere kaarten. Dat zijn grotere kaarten, maar als je dan met hetzelfde wapen schiet, dan is de verhouding hetzelfde. Ja, ja. Er wordt met deze wapens tot op 100 meter geschoten. 100 meter zijn er ook tegenwoordig wedstrijden voor. Heb ik nog nooit gedaan. Bang, bang, the mighty fall. Bang, bang, when love is cold. Bang, bang, the mighty fall. Tony and Cleo struck out for the Frio down Egypt's way.
But Caesar had squeezed her in Rome on his quilt for a day. Hey, hey. Now Antony got really angry. But old Caesar's hanky-panky. She told them she would use them, and boy did she abuse them. Fall in love and blew them away. Bang, bang, 24. Dat was waar is hij nou? Niet in de kaart, hè? Hij zit in de kaart. Ja! Nou. Hé, hey, gaaf! Dat is nog niet eens zo beroerd. Nee. Nou, een beetje enthousiast. Nee, dat is helemaal niet beroerd. Nee, maar je beeft. Op een bepaalde manier beef je. En dan is gewoon heel moeilijk. Nou, nog het juiste plekje. Ik had wel een juist plekje, maar... Je zit rechtsboven. Je doet je best om te schieten, maar je moet niet te lang richten. Hoe langer je richt, hoe harder je wiebel. Hoe harder je gaat beven. Ja. Dus gewoon een kwestie blijven in die haven. Zit er gewoon even zo met je hoofd even omhoog en dan ga je gewoon rustig opnieuw beginnen. Oké. Okay. Even ontspannen noemen ze dat. Nou, ik zou nou eigenlijk te wachten tot ik uitgewiebeld was. When love is cold, bang bang, the mighty fall. Tony and Cleo struck out for the Frio down Egypt's way. But Caesar had squeezed her in Rome on his quilt for a day. Now Antony got really angry. Kijk, kijk, die is mooi, die laatste. Kijk eens, kijk. Ah! Jemig! Wit is bijna weg. Zo. Ja. Natuurtalent, hoorde je het even? Ja. Maar ik vind het ook wel is leuk om te doen. Ik heb het echt nog nooit gedaan, maar ik vind het echt gaaf. Het is gewoon... dat hoor je vaak als wij zo'n soort avond hebben, was een personeelsvereniging. Hey. De meeste mensen die hebben geen flauw idee van waar je mee bezig bent als schutter. En dan zeg je, dat is toch wel heel leuk, zeggen ze dan. Gewoon, dat is... En is het altijd, zoveel kaarten zitten we al bij de prijs inbegrepen, 3 kaarten. Mag nog een kaart schieten, Ja. Nou, op een gegeven moment, jongens, we stoppen een keer om 11:30 en dan is het wel eens een keer over. Want anders kan je blijven gaan. Maar... Ik ben hier zo trots op. Kijk! Heb jij dat dingetje? Waar is dat dingetje? Kijk, eens. Kijk. Als die past, is het een 10. Nou, hij past. Klaar, ik heb een 10. Zo. Als je zo goed hebt geschoten, toch een 10 geschoten hebt, willen we deze overhandigen. Oh, dat vind ik echt gaaf. Jemig. De 10. Zo, kijk het een beetje voor. Ja, die zet ik op mijn nachtkastje. Zou doen. Bedreigd wordt en zeg, jongens, ik had een 10. Gaaf. Maar ik was dan nog niet klaar. Ik mag er nog meer 10 schieten. Ja hoor, je mag nog veel meer 10 schieten. Maar, einde beter. Echt gaaf. Kijk, dit heb ik geschoten. Dat heb jij geschoten, maar ja, goed, dat hebben we gezien. Moest je kijken. Ongelooflijk. Ben je klaar nu? Ik ben helemaal klaar. Ik heb een beker, ik heb in de 10 gezeten en ik vind het helemaal wereld. Wanneer gaan we weer? Ja, maandagavond zijn we er altijd. Dus dan kun je altijd komen. Oké. Okay. Voor mij mag het. Hé, hartstikke bedankt. Ja. Doei.